We sluiten het journaal vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt tot morgen 7 november. Tijdens de avond wordt er een bui verwacht, voornamelijk in het westen. In de nacht blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel, mogelijk mist in enkele gebieden. Morgen, dinsdag 7 november, gedurende de middag wordt het lokaal tijdelijk bewolkt, soms met een bui en een kleine kans op onweersbui. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius. Lokaal is het winderig, mogelijk ook windstoten.